Nozzie 2, de circuspaniek. Ik zal je missen, vader. Ik weet zeker dat u blij zal zijn met mijn keuze om het goede te kiezen. Helaas kunt u het hier niet meemaken. Laten we God vragen of hij veilig thuis bij u gebracht mag worden. Wij gaan u missen, vader. Hier verlaten wij u, maar in mijn hart zult u wonen voor altijd. Slaap lekker en oier, breng hem veilig thuis. Deze roos is speciaal voor u, vader. Ik weet dat het hard is, maar als spion zou je echt moeten aanpassen. Ja, dude, maak je geen zorgen. Eenmaal in mijn rol, altijd in mijn rol. Laten we het hopen. Broeders, we schuiven je wel concessie een maand verder. Dan kan je nog even bijkomen. Best. Vaarwel, vader. Rust verder. Een maand later. Wat? Circus? Hoe oud denk je wel niet dat ik ben? Kom op, je moet ook eens wat lachen en je verleden en woede achterlaten. Waarom dan geen komiek in plaats van kinderachtig circus? Weet je wel hoe duur die shows wel zijn? En de circus is zeker een aanbieding. Ja, eigenlijk wel, maar je weet wat ik altijd zeg. Ja, ja, komieken zijn chagrijnen, maar dat zijn clownen ook. Wat moet ik hiermee? Boring. Hey, dat Marcos. Ga naar de kapper, dat kan ik zien. Jij bent ook nooit te overtuigen. Er kan nu geen trommel meer bij! Kijk uit! Wat? Waar? Mensen, doe dit thuis nooit na. Ook niet buiten. Daar gaat de clown, met een sprong van 15 meter hoog. Oeh. En hij komt precies in een glas water terecht met zijn neus. Gelukkig is hij groot genoeg. Bah! Was dat niet prachtig, dames en heren? Hey! En dat was de show. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Heb je dat gezien? Wat moet ik gezien hebben dan? Die clown keek niet bepaald vrolijk in die hele show. Zou er wat zijn? Inderdaad, was me niet eens opgevallen. Yo, what's up man? Let op je woorden, Nos. Kunnen we je tot dienst zijn, man? Oh my. Je hoort u te zeggen tegen vreemden. Het is meneer, geen man of wat dan ook. Hij is nog niet bejaard. Sorry. Zijn dag in u? Sorry, gast. Maak je geen zorgen, kerel. Je mag me gewoon je noemen. Kan je ons vertellen wat de problemen zijn? Er gebeuren steeds rare dingen in het circus. De laatste tijd. Als het zo doorgaat, raken we failliet. Failliet? Maar hoe? Maar je hebt meer veel klanten. Dat is het probleem niet. Klopt. Het probleem is dat het geld wordt gestolen. En we hebben geen enkele spoor tot nu toe kunnen vinden. Bas, Bas, we zijn weer bestolen. Wat? Alweer? Hoe kan dat nou? Mooi, je bent er. Wil je gelijk voor de ingang staan om iedereen te controleren? Komt in orde. Oh, Fleur. Heeft u iets verdachts gezien, meneer? Nee, ik heb geen idee wat er is in bed. Maar ook buiten. Minderheidje. En? Niks te vinden. Hier ook niet. Dit is zinloos. Niemand is verdacht. Ik vrees dat hij al is gevlucht. Maar hoe? Ik zal kijken wat ik kan gaan doen. Zal wel niet veel zijn. En zo. Zelfs op de camerabeelden is er niks te vinden. Gaat een lange en saaie missie worden. Als hier zelfs niks te zien is. Ergens in een schouwplaats. Wie is die geheimzinnige man in de schaduw? Het dringend spoedbericht van de politie. De inkomsten van de seks is weer gestolen. Als u tip heeft of iets gezien, bel dan naar... Tim! En we zijn nog steeds niet gebeld!
En hoe vaak gaat u naar het circus? Elke show is er wat. Mijn kinderen vinden het prachtig. En hoe is het hier? Slecht. Niemand is of heeft iets verdachts gezien. Hé, hey, ik zag jou tijdens de show weglopen in de camera. Oh, toen. Toen moest ik naar het toilet. Kon dat niet in de pauze? Nee, ik moest echt heel nodig. Ik kon het niet ophouden. Er was er vast wel iets opgevallen. Nee, ik weet niet eens wat er had moeten opvallen. Zeg, hier hebben we dus ook niks aan. Oh ja, voordat ik het vergeet, we moeten de beloning 3x verdubbelen. Wat? Ben je helemaal gek geworden? Straks gaan we ook failliet. Rot toch op, man. Wat kijk jij? Kom, en we gaan testen of je echt liegt. Als je dat niet eerder kunnen bedenken? Weer terug in mijn kantoor, waar nooit de telefoon... Oh, hallo, met de politie. Kan ik u tot iets zijn? Ik denk eerder andersom. Ik heb een tip voor de diefstal. Geld! Ik hoop het. Vertel! Mijn tip is om te gaan zoeken. Daar heb ik toch geen fuck aan! Hey Nos, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Heb je de dader gevonden? Was hij het? Nee, dat was juist het slechte nieuws. Hij sprak de waarheid. Wat kan dat goede nieuws zijn? Het goede nieuws was dat ze iets nieuws hadden voor mij. Bewaken, zucht. Wanneer is die stomme klootshow nou afgelopen? Het is saai hier. Ik haat saaie opdrachten. Ik wil actie. Rustig maar, Nos. De show is afgelopen. Yes, dan zit mijn taak erop. Niet zo snel, Nossie. S'avonds kunnen ze ook stelen als je blijft. Wat? S'avonds rond 10 uur. Niemand te zien. Zo vinden we de dader nooit. Shit. Wie is daar? Relax, Nos. Ik wil alleen even kijken hoe het gaat. Oh, sorry. Ik dacht dat het een inbreker was. Geen probleem. Is er nog iets opgevallen? Nee, niks. Dan alleen jouw voetstappen. Oh, jammer. Hoe dan ook. Ik heb even wat eten meegenomen voor je. Ik hoop dat je baby lust. We zien elkaar nog. Laters en bedankt. Bedankt. Lekker, mami, yummy. Volgende ochtend. Nog steeds niks, niks en nog eens niks. Mooi toch? Dan kan ik je weer inzetten als het zo is. Ik wil geen saaie opdrachten. Ik wil actie, begrepen? Ik ben wel de baas, ja. Was, ik ga nu mijn eigen gang. Maar we hebben je nog nodig. Wie zegt dat ik jullie verlaat? Ik snap er niks meer van. Wat is het hier? Saai! Fucking saai! Oh shit! Hey, dat gaat over tijdkosten! Ach, dit is wel beter dan zo'n saai opdracht. Iets verder! En naast de nieuwe schippers bijna failliet, ze vragen om een kleine bijdrage te doen! Fuckers! Waarom maken ze zo'n groot probleem? Van een kleine stomme kindercircus. Ik wil niet meer waken. Ik wil criminelen vangen. En spioneren. Ik ben geen waker, maar een spie... Shit. Arr. Wat heb ik? Waarom verraad ik mezelf?
Wat ben ik toch een idioot? Spioneren. Breng me op een idee. Rot op, stomme tekstwolk! Wat maakt die circus nou zo bijzonder? Ach, er is maar één manier om dat te ontdekken. Wie kan dat nou zijn? Hé, hey, Nos, wat een verrassing! Kom binnen! Bedankt! Ten eerste wil ik je bedanken voor het eten. Oh, graag gedaan! Wat brengt jou hier, Nos? Mijn benen. Ah, zeg. Hoe loopt het circus? Al twee benen. Maar wel twee linkerbenen. Als het zo door blijft gaan, verliezen we het circus. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om aan de circus te beginnen? Is het een interview zo? Nou, hoe dan ook. Ik en de circusbegeleider, we waren vrienden van de middelbare school. Ik wou clown worden. En hij presentator. En kwam ik op het idee om dat te combineren. Dat vroeg ik dus aan hem. En zodoende zijn we samen gaan werken. Wat ook heel bijzonder is, is dat we een van de eerste circus waren die de enige van de stad zelfs. Wij wisselen niet van plaats. We blijven op dezelfde plek. De klant kent ons ook zo. We waren meteen begonnen na schooltijd. We waren dus ook erg jong. Ik was een jaar of 12, denk ik. Het werd steeds succesvoller en konden al gauw reclame maken voor het circus. Wanneer werden jullie beroofd? Waar wil je dat nou weten? Ik moet toch de oorzaak weten, om het te kunnen oplossen. Ik weet niet meer wanneer, maar wel hoe het begon. We zijn beroofd, baas. Hoe kan dat? Je ging het geld toch tellen? Sorry, ik was echt dringend naar de wc. En toen ik terug was, alles weg. Het is mijn schuld. Niet jezelf beschuldigen. Voortaan ervoor of erna, pas naar de wc gaan. Zelfs de camera's hebben geen nut. Camera's? Geen nut? Hoe is dat mogelijk? Die dief weet blijkbaar de camera's te vinden. De draadjes zijn telkens los en zo. Waarom verdelen jullie het niet meteen het geld? En brengen jullie het naar huis? Dat gaat niet zo makkelijk. Morgen komt iemand voor de huur. En die moeten we wel betalen. O ja, daar zit je ook mee natuurlijk. Is er morgen een show dan? Ja, maar ook de laatste misschien. Het is goed om je gesproken te hebben. Is Jeff er ook? Nee, morgen pas. In elk geval bedankt voor de tijd. Is goed. Jij ook succes met onderzoeken. Thanks man, later! Ik heb het idee dat ze failliet raken. En dat ik er wel dichterbij zit dan ik zelf denk. Waar is Nossie? Ik heb hem al de hele dag niet gezien. Klopt, hij wil het in zijn eentje onderzoeken. Zei jij ook waarom? Missie te saai, hij wil meer actie. Aha, ja dat is echt Nossie. Waarom laat je hem niet trainen? Trainen? Maar Nos heeft geen training nodig. Daar gaat het niet om. Hij wil actie en training zit actie in. Iedereen vond het super geweldig, vooral met die nieuwe snufjes. Oh, wat mis ik het. Eigenlijk niet zo'n gek idee inderdaad. Ik wil gelijk een geweldig idee voor een gadget. Nu kan ik hem testen. Ik weet dat Nossie sterk is, maar hij kan geen explosie overleven. Hij test een gadget, idioot. Hij is geen proef, konijn. Wat voor gadget wordt het trouwens? SP wordt de naam. Een wat? Morgen training? Ja, lijkt me vet. Ik zie je morgen dan. Later.
Hopelijk wordt dat ook wat ik denk. Nu wachten tot de klok op 12 uur staat. Wat ruik ik? Shit! Mijn eten is aan het verbranden! Nog voor 12 uur s'nachts. Nog niemand te zien. Katja! Hij gaat naar binnen. Dat moet wel de dief zijn. Oké. Dit moet de kamer zijn naar de kluis. Kan niet missen. Halt! Hij doet erg snel met kraken. En ik maar denk dat ik snel was. Hij gaat de ingang weer in. Waar gaat die idioot nu weer heen? Echt om dat hij weer naar dezelfde kamer rent. Ik hoef alleen dezelfde weg terug te nemen. En dan zal hij verrast zijn dat ik hem te pakken heb als het licht aan is. What the heck? Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van mijn stripfilmpje. Wil je weten hoe het afloopt? Klik op de link in de beschrijving of scan deze QR-code hieronder. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe grappige en spannende strips. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.